De vluchtstrook van de A326 tussen Nijmegen en knooppunt Bankhoef lag dinsdagmiddag vol met plastic kratjes. Een vrachtwagen met die lading was gekanteld. De chauffeur verklaarde dat een andere vrachtwagen hem niet genoeg ruimte had gegeven. Hij probeerde uit te wijken, maar kwam op de middenberm terecht en verloor de controle over zijn wagen. Die kantelde. De chauffeur raakte niet gewond. De weg werd afgesloten in de richting van knooppunt Bankhoef om alle rommel te kunnen opruimen. En daardoor ontstond een lange file.